Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers. En van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Lale Gül bracht een jaar geleden haar debuutroman Ik ga leven uit en is inmiddels niet meer weg te denken uit het publieke beeld. Het boek gaat over haar jeugd in een conservatief islamitisch gezin in Amsterdam-West. Daarin mag ze als jong meisje geen muziek luisteren, niet daten, geen vrienden van het andere geslacht hebben, zich niet leuk kleden en opmaken, niet 's avonds buiten zijn, geen films kijken waarin wordt gezoend, geen verjaardagen of andere heidense feestdagen vieren, werken met mannen kan niet en ook uitgaan en festivals zijn verboden. Lale krijgt steeds meer twijfels en moeite met deze visie op het leven en dus besluit ze uiteindelijk afscheid te nemen van de islam. Haar boek ging al meer dan 200.000 keer over de toonbank. Ze won daarmee tientallen prijzen, was de jongste winnaar ooit van de NS Publieksprijs, werd door Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het jaar, kreeg een verfilming van haar boek en verkocht de vertaalrechten aan 10 landen. Helaas had het succes een hoge prijs. Sinds haar debuut is het contact met haar familie verbroken, sluit de gemeenschap haar buiten en wordt Lale ernstig bedreigd. Lale is nu bezig met haar tweede boek, heeft een wekelijkse column in het Parool en is naast schrijfster ook podcast- en opiniemaker. In deze podcast spreek ik haar over de cruciale momenten en hoe zij zelf de regie over haar eigen leven wist te nemen. In dit interview leer je van Lale hoe het voelt om op deze jonge leeftijd al deze prijzen te winnen, hoe het kan dat zij zonder zenuwen op tv verschijnt en waar ze zichzelf nog in wilt ontwikkelen. Luister dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Lale, voordat we beginnen wil ik je eerst feliciteren, want je hebt recent een gouden boek ontvangen omdat je meer dan 200.000 exemplaren hebt verkocht. Daarnaast won je als jongste schrijver ooit de NS Publieksprijs, wordt je boek verfilmd en heb je ook nog de vertaalrechten van je boek aan 10 landen verkocht. Je werd door Elsevier uitgeroepen tot vrouw van het jaar en zelfs Sarah Jessica Parker van Sex and the City heeft je een bericht gestuurd dat ze niet kan wachten tot ze het boek kan lezen. Ja, je hebt goed onderzoek gedaan. Ja, echt wat een waanzinnig succes. Ik ben heel benieuwd, had je dit zien aankomen? Zag je zo je schrijverscarrière voor je? Nee, ja, sommige mensen geloven me niet, maar ik had het niet durven dromen. En mijn vriend zegt wel eens van ja, kom op, je kon toch wel weten dat dit onderwerp zoveel aandacht zou krijgen en zo, maar oprecht. Ik had wel ergens rekening gehouden met eventueel media-aandacht. Ik bedoel, sommige schrijvers krijgen media-aandacht, dat is waar. Maar ik ging er gewoon helemaal niet van uit, omdat ik ook dacht van, nee, dat zal wel niet. Ik bedoel, heel veel schrijvers krijgen dat allemaal natuurlijk niet. En vooral niet als je zo jong bent en je eerste boek uit hebt. Dat is echt weggelegd voor een handjevol mensen. Ja. En ik was allang blij dat er een uitgeverij was die mij gewoon wilde publiceren. Dat was al helemaal de shit. Want ik kreeg ook van studiegenootjes en zo. Die hoorden van, oh, ik heb getekend bij een uitgeverij. Die zeiden, oh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? En hoe kom ik daar binnen en zo? Dus ja, als je 24 bent en gewoon student en verder helemaal niet bekend of een totale nobody, dan is het al heel wat dat je gewoon een eigen boek krijgt. Laat staan dat mensen ook nog het willen lezen en kopen ja. En weet ik veel wat. Dus dat, nee, ja, ik had het echt niet verwacht. Ja, ja. En je hebt het uitgegeven natuurlijk. Heb je het bij meerdere uitgeverijen moeten proberen? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee, normaal gaat dat wel zo. Een normaal proces is dat je het aan meerdere uitgeverijen stuurt en overal een beetje langs gaat en weet ik veel wat. Maar bij mij niet. Ik heb gewoon gemaild. Want ik had daar eerlijk gezegd ook geen zin in. Want ik dacht, ja, dan moet ik weer wachten op die. Want ik wist van, ik had een beetje op internet, op fora en zo gelezen, dat het heel lang kon duren voor je überhaupt antwoord kreeg. Soms kreeg je helemaal geen antwoord en zo. Toen dacht ik, ja, dat gaat mij niet gebeuren. Ik wil gewoon snel antwoord.
Dus ik had echt zo'n hele, ja, best wel brutale mail geschreven van... Hallo, mijn naam is Lale, ik heb dit boek geschreven. Want ik had hem dus ook al best wel af voor een groot deel. En ik wil graag binnen nu en 3 dagen antwoord, anders ga ik naar een andere uitgeverij. En ik weet zeker dat dit gewoon een bestseller kan worden. En zoiets, weet je wel. Dus helemaal zeker van mijn zaak. Helemaal, ja, echt mezelf proberen te verkopen, ja, aan die uitgeverij. En ik dacht, ja, of ze gaan denken, wie de fuck is dit? En wie denkt, ja, ze wel niet dat ze is? Wie is deze meid uit Amsterdam? Ja, precies. Of ze gaan denken, oh, wat een geestige persoonlijkheid, dat ze zo zeker is van haar zaak of zo. Dus het kon 2 kanten op gaan. En gelukkig, ja, was de uitgeverij waar ik mee te maken heb wel zo open om een soort van mij gelijk terug te mailen van, oké, kom maar langs. Ik ben wel benieuwd wat je te vertellen hebt. Dus dat was, dat ging best wel snel. En toen hadden we ook al binnen 2 dagen getekend of zo. Ja, waanzinnig. Ja, ik denk dat dit echt een soort uniek verhaal is. Dit hoor je niet vaak. Nee, zeker niet. En je zei in die mail over die bestseller, maar dat was dus meer iets om hen te overtuigen dan iets wat je per se toen zelf al geloofde dat dat echt zou gebeuren. Nee, precies. Kijk, ik dacht, ik zeg dit wel heel stoer, maar straks, dat kun je gewoon niet van tevoren weten. Dus, ja, dat is gewoon heel moeilijk. Soms heb je een heel goed boek, maar ja, zit niemand erop te wachten. En soms zijn boeken een bestseller waarvan jij denkt, nou, ik snap niet waarom dit een bestseller is of zo. Ja. Je hebt dat bijvoorbeeld met 50 Shades of Grey. Ja, die schrijfster van dat boek had het gewoon op haar BlackBerry in de trein getypt. En ze had geen enkel vermoeden dat dat een bestseller zou worden. Nou, dat is de meest verkochte boek van mijn uitgeverij. Echt miljoenen exemplaren zijn ervan verkocht. Bizar. En heel veel mensen zeggen daar... Het was volgens mij zelfs geweigerd bij andere uitgeverijen. Dus Wow. Dat hoeft dus kennelijk niks te zeggen. En heel veel mensen vinden dat helemaal geen literatuur, helemaal geen goed boek. Ja, het is gewoon een pornoboek. Het is helemaal niet geloofwaardig. De vrouw komt er weer, weet je wel, stereotypen in voor en zo. Dus er is heel veel kritiek op dat boek. Maar ja, huisvrouwen, zeggen ze, vinden het allemaal helemaal geweldig om daar helemaal zo van te smullen. En het is natuurlijk verfilmd en er zijn nu vervolgen geschreven. En het is ook weer grappig, want het eerste deel van 50 Shades of Grey was dus een enorme bestseller. En de latere delen eigenlijk niet meer. Dus dan denk je ook van, oké, waarom is die eerste een bestseller en de latere niet meer? Is iedereen er een beetje klaar mee of zo? Dus dat is ook allemaal heel grappig. Soms, ja, het is allemaal heel afhankelijk van toeval en geluk. En wat er op dat moment nog meer te lezen valt. En of iedereen bezig is met dat thema op dat moment. Dus nee, het was inderdaad meer stoerdoenerij dan dat ik het al wist. Ja. En ja, en qua timing, dat is ook wel belangrijk, hè? Want jouw boek kwam uit tijdens de coronaperiode. Ja, ja. Had dat nog invloed? Want daardoor kon je niet natuurlijk geen boekentour doen, geen signeersessies. Ja, klopt. Ik had geen boekpresentatie. Ik heb het boekenbal niet meegemaakt. Dus ja, het was allemaal heel droog, weet je wel. Je levert je boek in, dat wordt gedrukt. Er komt geen feest, er komt geen niks, weet je wel. En het lag dan ineens in de winkels en dat was het dan. Maar zelfs dat ging eigenlijk niet zoals gepland, want de winkels waren gewoon dicht toen mijn boek uitkwam. Bizar, ja. Dus de ACO's, de Bruna's en heel veel lezers die kopen eigenlijk best wel impulsief een boek. Als je op Schiphol bent of een station, dan ga je even een boekenwinkel in en dan denk je, oh ja, dit ziet er wel geinig uit of zo, neem je dat mee. Dus ik dacht al van, oh ja, oké, ik ben gewoon een pechvogel, want het wordt gewoon niks. En niemand zit op mij te wachten en wie gaat er nou speciaal mijn boek bestellen op internet of zo, weet je wel. Dus ik had een soort van de moed daarover, ik had het al opgegeven dat het echt bij het grote publiek terecht zou komen. Ik had me er een soort van bij neergelegd van, oké, ik ben al blij als vriendinnen van me het gaan lezen of zo. Ja. Maar dat is uiteindelijk niet zo gegaan doordat ik werd gevraagd door Op1 als eerste. En toen ik op tv was geweest, was het echt van bam. Ineens gingen de cijfers helemaal omhoog. En er kwamen er heel veel aanvragen en heel veel mensen die geïnteresseerd waren en zo. Dus ik heb het vooral te danken gehad aan de media die mij hebben uitgenodigd. Ja, die het eigenlijk oppikte en dachten, hier zit wel echt een heel bijzonder verhaal in. Ja, precies. Want voor hetzelfde geld konden ze denken van, nou, kennen we niet, onbekende naam.
niet interessant, doe maar niet of zo. Want een uitgeverij, ja, ik weet niet of mensen dat weten, maar als er een boek uitkomt, probeert een uitgeverij het overal een exemplaar naartoe te sturen. Bij alle grote media, alle grote talkshows. En dan hopen ze dat er eentje reageert en zegt van, hey, wil diegene langskomen? En helaas, bij de meeste boeken doen ze dat niet. Vooral niet als je onbekend bent, inderdaad. Kijk, bij bekende figuren, tuurlijk, die hebben dat altijd. Marieke Lucas Reineveld, Kluun, Eus, weet je wel. Ja. Dus die hoeven daar niet zorgen om te maken. Maar als je nog onbekend bent, dan, ja, dan moet je een soort van heel erg goed pitchen, je boek. Of tenminste, je uitgeverij doet dat voor jou. En dan hoop je heel erg dat een van die mensen jou een keer uitnodigt, inderdaad. En bij mij was Op 1 als eerste geïnteresseerd. Dus daaraan, en daarna is het vanzelf gaan rollen. Dus ik heb daar heel erg veel geluk mee gehad. Dat ze dat mij gunden en dat ze geïnteresseerd waren. Ja, te gek. Ja, echt waanzinnig hoe dit is gelopen. En welk succes je hebt bereikt. Daar komen we zo nog verder over te spreken. Maar in ieder geval dus felicitaties. Ook met alle prijzen die je hebt gewonnen. Dankjewel. Dan gaan we nu eigenlijk naar de officiële eerste vraag van de podcast. Wie was vroeger een rolmodel voor jou? Ik merkte dat ik als rolmodel had wat ik in mijn omgeving niet zag. Dus wat ik in mijn eigen omgeving zag waren vooral huisvrouwen. Omdat ik uit een cultuur kom waar vrouwen helaas niet zoveel meer dan huisvrouw worden of moeder. En dat is een soort van het hoogst haalbare is dat je een goede vrouw bent voor je man. Dat je goed kan koken, dat je huis schoonhoudt en netjes. Dat je veel bezoek kan ontvangen. Dat je hele lekkere koekjes kan bakken op het suikerfeest, weet je wel. En dan ben jij een topvrouw. Dus dat is een beetje het beeld wat ik in mijn leven meekreeg. Ook bijvoorbeeld van mijn moeder, die echt heel erg de nadruk legde op van, als jij later groot bent, moet je echt goed kunnen koken en zo. Dan heeft iedereen respect voor je en zo. En dan praat iedereen over jou en kleed je mooi. Natuurlijk niet sexy of zo, maar hè, netjes. En hou je huis schoon en wees een goede moeder en wees een lieve vrouw. Dan is iedereen, heeft iedereen respect voor je en ontzag voor je. Dus dat was een beetje het beeld wat ik meekreeg. Maar ik merkte al snel in mijn puberteit dat ik meer als rolmodel de vrouwen van tv zag. En niet per se die ik in real life in mijn omgeving meemaakte. Omdat ik dacht, oh ja, dat zijn wel vrouwen die echt wat bereiken. Omdat dat in mijn hoofd veel beter was. Dus ja, het begon natuurlijk met popsterren en zo. Waar iedereen fan van is. Noemen Rihanna, een Beyoncé, weet ik veel wat. Maar ook Selena Gomez en zo. Dus eigenlijk een soort van sterren die ja, heel veel respect en ontzag. En heel veel talent hebben. En ja, heel veel aanzien genieten. Dus daar begon het dan langzaam mee. Maar op een latere leeftijd zag ik al snel in dat, ja, dat het niet per se actrices en zangeressen zijn die mij inspireren als rolmodel. Maar ook bijvoorbeeld een Eva Jinek. Die ja, toch wel een beetje, vooral in mijn jeugd, de enige vrouw was op tv met een eigen talkshow. En dat ze dat allemaal zo goed deed. En dat je helemaal niet bij haar kon bespeuren of ze het nou spannend vond of zenuwachtig. Ze zat daar en ze wist wat ze deed en zat overal gewoon verstand van. En dat zie je meestal bij mannen, zoals Jeroen Pauw, et cetera. Dat zijn al hele goede interviewers, dat weten we met z'n allen. Maar als er dan een vrouw was die hetzelfde kon, ja, dat inspireerde mij enorm. Want ik dacht, oh ja, dus het kan wel. Ook bijvoorbeeld een Femke Halsema, vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Ja, meestal zijn dat posities die worden bekleed door mannen. Dus als je ziet dat een vrouw het ook gewoon moeiteloos kan, dan denk je, oh ja, het is blijkbaar een mogelijkheid dat dat gewoon kan. Ja. En als je dat niet genoeg tegenkomt of genoeg ziet, dan blijft het toch in je hoofd een beetje een mannenpositie of zo. Dus dat waren wel voor mij rolmodellen, ja. Ja, en anders is het moeilijk om jezelf te inherkennen als je geen vrouw ziet, maar alleen maar mannen. Ik denk het wel, omdat je dan toch in je onderbewustzijn denkt van, oh, maar mannen kunnen dat gewoon beter. Of die zijn minder onzeker. Of die komen wat gewichtiger over of zo. Dat ga je dan wel in je onderbewustzijn denken. Want er zijn allemaal boodschappen die jij in je onderbewustzijn van dat soort dingen die je ziet, dat neem je in je op, zeg maar. En daar concludeer je dingen uit. Misschien zonder dat je er bewust van bent. Maar dat je ineens een vrouw daar ziet, dan denk je, oh ja, oké, dat kan dus blijkbaar. Dan begin je dat ineens als mogelijkheid te zien.
Precies, ja. Het wordt een soort optie in je leven, ja. Ja. En als we kijken naar jouw jeugd, je bent dus opgegroeid in een streng islamitisch gezin. Ja. En je gaf net al aan dat je daar dus eigenlijk niet echt rolmodellen zag. Maar hoe voelde het dan voor jou om als jonge vrouw in jouw gemeenschap op te groeien? Ja, kijk, in het begin, ofwel in mijn kindertijd, stoorde ik me er niet aan. Ik had gewoon een hele mooie kindertijd, behalve dan dat ik in het weekend naar de Koranschool moest. Dat vond ik niet echt leuk. Maar ik wist gewoon niet beter. Ik dacht, ja, elk kind heeft dit leven. Later kwam ik erachter dat andere kinderen bijvoorbeeld naar sportlessen gingen, of naar muziekles, of allemaal leuke dingen ging doen. Dus op dat moment begon het me wel te storen, maar in het begin wist ik niet beter. Dus ik vond het prima. De problemen kwamen pas in mijn puberteit, omdat ik tegen regels aanstootte die mij heel erg begonnen te irriteren, omdat ik heel erg andere dingen wou dan dat voor mij gepermitteerd was. Dus ik was natuurlijk heel erg geïnteresseerd in liefde en in dingen als zoenen en zo. En dat soort dingen zie je op tv en lees je in boeken. En dan denk je, oh ja, ik ben nu eigenlijk ook op een leeftijd dat ik dat allemaal mag uitvinden en experimenteren en zo. Maar dat mocht gewoon totaal niet. Dat had geen plek in onze cultuur. Ja, hoe bedoel je zoenen en met jongens omgaan en zo? Dat kan helemaal niet. Dus dat begint een beetje, ja, pas na je 20ste. En dan ga je ook al snel trouwen. Dus voor het trouwen doe je niet echt aan samenwonen of aan relaties of zo. En niet aan daten. Nee, precies. En als je het wel doet, dan is dat altijd stiekem. Je ouders weten daar niks van. Je neemt ook niemand mee naar huis of zo. Je gaat niet ergens slapen 's nachts. Je gaat niet met iemand op vakantie of zo. Dus dat bestond gewoon allemaal niet. En dat was gewoon hartstikke taboe allemaal. Dus daar begon het al mee. Maar ook dingen als make-up dragen, hakjes dragen, strakke kleding aandoen, korte kleding aandoen. Dat kon allemaal niet, want ik droeg een hoofddoek. En dan is dat niet te combineren met dat soort kleding ook. Volgens het geloof en volgens de cultuur. En ook volgens mijn ouders. Dus ik mocht geen make-up bezitten. Dat had mijn moeder een paar keer weggegooid. Terwijl ik dat heel leuk vond. En terwijl ik al in die tijd vloggers en zo aan het volgen was. Het was nog allemaal heel erg nieuw en upcoming. En ik had niet eens veel geld. En dat ik dan ook al die make-up bij elkaar had gekocht. En helemaal zelf ging experimenteren en zo. Dat vond ik allemaal heel leuk. En ook gewoon jeans dragen en shirtjes dragen en zo. Maar dat mocht allemaal niet. En daar had ik elke dag ruzie over. En ik voelde me zodanig beperkt in mijn vrijheid. Ik wilde ook in de horeca werken. Nou, dat mocht niet, want daar werd alcohol gedronken. Dat mag niet. En sowieso, dan kijken mannen naar je als je gaat serveren en zo. Dus ik mocht alleen in de Albert Heijn werken. Ja, ik mocht geen vriendje, maar die had ik wel. Dus het was altijd stiekem afspreken, altijd weer vroeg thuis. En ik leefde eigenlijk een dubbel leven. Dus ik had op een gegeven moment heel veel geheimen voor mijn ouders. En ook dat ik me steeds moest omkleden in de trein en zo. Omdat ik niet die leuke kleding, wat ik allemaal wel bezat, niet aan kon doen naast mijn ouders. Dus het was gewoon altijd een beetje een dubbel leven. Alsof ik een soort schizofreen was met, ja, met gewoon dubbele identiteiten, omdat ik niet mezelf kon zijn naast mijn ouders. En hetzelfde voor als het zomer was, dan gingen de jongens uit mijn familie naar het strand. Maar ik kon dan weer niet met bikini op het strand liggen, omdat ik een hoofddoek droeg. Dus dan kon ik wel mee, maar dan moest ik gewoon ergens een kibbelingetje eten en de schaduw opzoeken. Want ik was een vrouw en alle vrouwen om me heen deden dat. Oh, wauw. Dus de groep waarin je bevond, de andere meiden deden dat ook. Dus jullie waren allemaal gewoon gekleed, ook dus op het strand. Ja, ja. En ja. Nog steeds, als ik naar Scheveningen of zo ga in de zomer en ik zie zeg maar gehoofddoekte meiden een beetje zitten en de schaduw opzoeken, terwijl misschien hun broers en hun neven allemaal zwemmen en dat soort dingen, dan heb ik bijna medelijden, omdat ik denk van ja, wat kut dat jij dat over je heen, ja, dat jij dat gewoon laat gebeuren, zeg maar. Voor culturele regels, om je ouders tevreden te houden, et cetera. En ja, tegenwoordig heb je gescheiden stranden in Turkije of zo, waardoor iedereen daar naartoe gaat in de zomer. Maar ja, dat je helemaal een vakantie gaat boeken puur omdat daar ergens een gescheiden strand is. Ja, ik vind het gewoon bijna sneu voor die meisjes, omdat ik denk, ja, doe gewoon lekker waar je zin in hebt. En het is echt niet erg om met een bikini op het strand te liggen. Maar ja, dat waren dus dingen waar ik tegenaan liep. Ik mocht niet uitgaan, dus kortom, ik mocht niet op het strand liggen. Ik mocht niet zwemmen met mannen. Ik moest speciaal naar een vrouwenbad op zondagavond. Dan had je één zwembad in de buurt die dat deed.
En dan kon je zwemmen met alleen vrouwen, omdat het van het geloof niet geoorloofd is om met mannen gemixt te zwemmen. Dus alles wat een beetje leuk is in het leven, hè, daar komt het een beetje op neer, dat mocht allemaal niet. Ja. En je moest ook al snel trouwen, want iets als samenwonen met een man of op jezelf gaan wonen voordat je trouwt, dat bestaat niet in onze cultuur. Dat deed ook niemand van mijn nichten en weet ik veel wat. Dus ik had geen voorbeeld daarin. Het was gewoon iets wat de Nederlanders deden, maar niet in onze cultuur. Dus ik ging daar ook heel veel ruzie over maken thuis. Van ja, ik wil op mezelf wonen, ik wil vrijheid, ik wil onafhankelijk zijn. Ik wil helemaal niet, als ik een vriendje heb, gelijk moeten trouwen en dan pas samenwonen. En je moet natuurlijk maagd blijven tot het huwelijk. Pas op de huwelijksnacht moet het allemaal gebeuren. En ik dacht, al die regels, wie verzint dat? Dat hoef ik helemaal niet. En, ja. En ik was natuurlijk ook al lang niet meer gelovig. Dus dan wordt het steeds moeilijker om je daaraan vast te houden. Want je weet gewoon dat het een soort van onzin is, want je gelooft er niet meer in. Maar omdat iedereen om je heen wel daarin gelooft. En het super pijnlijk is voor ze om te horen dat jij kennelijk niet meer gelooft. Ja, dat zeg je dan dus niet. En dan hou je het maar geheim en probeer je dingen te combineren wat steeds maar niet lukt. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dan schrijf ik er maar een boek over. Ja. Vond je het ook onrechtvaardig dat jouw broer dan veel meer mocht? Die mocht veel meer dingen wel, als man zijnde? Ja, zeker. Ja, kijk, ik had zelfs een neef die op Tinder zat. En als ik zelf op Tinder had gezeten en een neef of een broer had, of weet ik veel wat, een man in de familie had mij daar ontdekt, dan was mijn leven voorbij. Dan zouden mijn ouders zeggen, ja, je bent toch geen hoer, waarom zit je op Tinder? Weet je wel, dat was gewoon iets wat gewoon totaal not done is. Want ja, Tinder, dat is als je op zoek bent naar daten en zo, dat mag allemaal niet. Maar mijn neef zat er gewoon op en niemand die het boeide. En mijn broer die ging ook gewoon uit en zo. En die had ook allemaal chicks waar hij van alles mee deed. Maar die bracht hij natuurlijk niet thuis. Dus mijn ouders wisten het niet per se. Maar hij was heel vaak 's nachts niet thuis. Of hij kwam heel laat thuis. En ja, niemand die het kennelijk heel erg boeide. En hij mocht ook altijd mee naar schoolreisjes op de middelbare school. Ik niet. Want mijn ouders hadden zoiets van, oh, naar Parijs, wat ga je daar dan doen? Met jongens in een hotel? Ja, nee, dan hebben we geen controle op jou. Dat ga je mooi niet doen. Ga maar gewoon lekker thuis zitten, een boekje lezen of zo. Dus ze waren heel erg bang dat ik allemaal dingen zou kunnen doen waar zij niet bij kunnen zijn. Want dat gebeurt natuurlijk wel op schoolreisjes. En dat hoorden ze ook van anderen. Van ja, dan gaan ze flikflooien met elkaar. Of dan zitten ze in een hotel. Of dan gaan ze uit en zo. Dus mij gingen ze heel erg beknotten in alles wat ik deed. Zelfs toen ik in de Albert Heijn ging werken en tot 10 uur tot sluit moest werken en zo, zei mijn vader van, oh ja, hoe laat ben je vrij? Dan sta ik wel voor de deur, dan haal ik je op en zo. Dus wow. Gewoon heel veel controle. Terwijl ik dacht van, hè, ik ben gewoon de enige die van haar werk wordt opgehaald. Ik schaamde me ook helemaal kapot voor mijn collega's toen. Omdat ik dacht van, ja, waarom heb ik zulke ouders die zo streng zijn? Maar dat was niet eens voor de veiligheid. Het was gewoon puur om te controleren of ik wel gewerkt had. Want ik kon anders natuurlijk ook de hele dag ergens anders uitgehangen hebben. En ineens laat thuiskomen. Ja, dat risico wilden ze gewoon niet lopen. Dus zelfs als mijn vader een keer geen zin had om te komen, dan ging mijn moeder gewoon mijn broertje sturen of zo. Er moest altijd iemand mij ophalen. En mijn moeder was eigenlijk het ergst van iedereen. Die wilde echt altijd controle op mij. Want haar grootste nachtmerrie was dat ik weet ik veel, stiekem dingen ging doen waardoor ik geen maagd meer was of zo. Of dat ik de familie schande zou brengen, zeg maar. Ja. Want ze had al een beetje door dat ik niet echt, dat ik het niet echt helemaal eens was met de regels en zo. Daar sprak ik me gewoon openlijk over uit. Dus zij had al snel door van, oké, haar moeten we in de gaten houden, want anders gaat het mis. Dus de controle werd alleen maar opgevoerd en opgevoerd. En ik werd alleen maar meer verstikt in die regels en in die controles. Want op een gegeven moment was het ook heel moeilijk om mijn vriendje nog te zien en vaak af te spreken en zo, zonder dat ze er achter zouden komen. Ook als ik bij hem was en zo, dat mijn ouders mij video gingen bellen, want ik moest bewijzen dat ik op het werk was en zo, dus ik ging gewoon nooit opnemen. En dan werden ze later weer boos van, ja, je was helemaal niet op je werk, we zijn langs geweest en je neemt niet op, je hebt gewoon wat te verbergen, bla bla bla. Dus het was altijd gezeik met, ja, je liegt tegen ons, je doet allemaal andere dingen. Dus ja, dat was gewoon één grote hoofdpijn. En ja.
ja, ik ben heel blij dat ik dat allemaal niet meer heb. Nee. Nee, want ik vind het heel knap dat jij in een omgeving zit van mensen die op dezelfde manier denken. En dat jij daar dan toch een hele andere kijk op het leven op na kunt houden. En zo onafhankelijk, zeg maar, kon denken. En het klinkt dus, nou ja, je hebt inderdaad media. Door media zag je andere beelden. Maar ging je ook met andere mensen om in je omgeving dan islamitische mensen? Ja, kijk, ik ken heel veel meiden die er nooit uitkomen. Zoals familieleden van mij, et cetera. Die accepteren een soort van hun lot. Dus als je tegen hun zegt van, wat vind je er nou van dat jij nooit een relatie mag hebben totdat je trouwt? Of wat vind je er nou van dat jij niet uit mag gaan? Wat vind je ervan nou dat jij niet naar het strand kunt gaan? Of dat jij je niet leuk kunt kleden zoals je wil, et cetera. Dan komt altijd het antwoord van, ja, dat is nou eenmaal onze cultuur en ik leg me er gewoon bij neer. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik heb me dus ook vaak afgevraagd van, waarom heb ik dan wel kennelijk de behoefte gehad om me daaruit te vechten? Ook al heeft dat een hele grote prijs, want mijn familie wil mij niet meer spreken en zo. En ja, ze haten mij eigenlijk. Ze vinden mij een soort van hele grote schandvlek op de familie. Zelfs mijn opa en oma in Turkije, et cetera, die willen helemaal niks met mij te maken hebben. En dat vinden heel veel mensen heel pijnlijk. Want als zij moeten kiezen een soort van liefde en loyaliteit van hun ouders aan de ene kant, of voor zichzelf kiezen en vrijheid, dan kiezen ze toch vaak voor, nou, gewoon dat warme bad van familie, zeg maar. Want dan voelen ze zich minder eenzaam en zo. En dan hoeven ze niet al die oorlog en dat gezeik en die ruzies. Dus heel veel mensen gaan conflict uit de weg. Ja. Yeah. Dat is ook wel, ja, dat is ook wel iets wat in de meeste vrouwen zit, helaas, denk ik. Ze willen toch een beetje de vrede bewaren. En dan gaan ze maar iets van zichzelf wegcijferen of stiekem dingen doen. Als ze maar de vrede bewaren, want dan hoeven ze zich niet eenzaam te voelen of zo. En ik had dat nooit. Ik ging nooit confrontatie uit de weg. Als er ruzie kwam, dan kwam er maar ruzie. Ja, dat is heel kut. Ik heb liever ook dat het gewoon altijd gezellig is. Maar als er ruzie moet komen, omdat ik het ergens niet mee eens ben, of omdat ik gewoon niet mezelf kan zijn, ja, dan moet dat maar. Ja. En vrijheid heeft ook gewoon een hele hoge prijs. Want uiteindelijk, als je je familie verliest, dat is gewoon heel kut. Want dan moet je zelf op zoek naar mensen die plek kunnen vervangen. En ook, ja, met speciale dagen of zo, dingen waar je hulp bij nodig hebt, zijn ze er niet. Ik ben bijvoorbeeld nu aan het verhuizen. Nou, dan is het heel handig dat je gewoon familie hebt die mee kan denken en zo. En zware spullen voor je kan verhuizen. En een busje kan regelen voor je. Als je het allemaal alleen moet doen, ja, dat is heel zwaar, heel kut. Maar ik heb liever mijn vrijheid en dat ik alles maar gewoon alleen moet doen in het leven, dan dat ik, ja, een familie heb die van mij een soort van, die mij voorwaardelijke liefde geeft. Dus pas als jij je aanpast aan onze regels, zijn wij er voor je. Want dat vind ik geen echte liefde. Echte liefde is onvoorwaardelijk. Ja. En ja, inderdaad, mijn broer en mijn neven en weet ik veel wat, die mochten altijd veel meer. Want bij een jongen maakt het allemaal niet zoveel uit dat hij geen maagd was of weet ik veel wat. En dat was ook allemaal niet schandalig. En de buren roddelen ook niet over de jongens, alleen over de meiden. De meiden zijn heel snel sletten en hoeren. Maar de jongens, ja, die experimenteren gewoon. Dan gebruiken ze ineens andere woorden. Ja, die kan er ook niks aan doen, weet je wel. Die moet gewoon zijn zaad lozen. Die moet gewoon, hè, zijn, ja, dat zijn gewoon jongens. Een soort van, hij kan er niks aan doen. Het is gewoon een man. Ja, precies. Dat ligt heel erg in onze cultuur, dat mannen er een soort van niks aan, die drift hebben zij gewoon. Net als dat vrouwen zich moeten bedekken. Ja, waar komt dat hele idee vandaan? Omdat de man zich niet kan tegenhouden. Een man wordt helemaal dol, wordt helemaal gek als hij een sexy vrouw ziet. Want dan kan hij zijn handen niet thuis houden. Of dat zit gewoon in de man. Dat is, daar kan je helemaal niks aan veranderen. Dat is een beetje het idee. Dus als een man erop uitgaat en allemaal dingen doet die eigenlijk van het geloof ook niet mogen, dan is iedereen zo van, ja, gewoon door de vingers zien. Want ja, het is een jongen en die wordt nou eenmaal verleid. En ja, die meiden die lopen er tegenwoordig zo bij. Dus het is ook niet zo gek dat ze worden verleid en zo. En bij de meiden is het allemaal heel streng van, nee, een meisje moet gewoon haar kuisheid bewaren, haar waarde bewaren en gewoon thuis zitten, want dan ben je een goede meid en geen kech, weet je wel. Zoals dat wordt genoemd. Ja, bij de meiden wordt heel erg
de eigen verantwoordelijkheid erbij gehaald. En bij mannen niet, want die kunnen er allemaal niks aan doen. Dat is een beetje het idee wat in die opvoeding zit. Ja, en daar kon jij dus niet langer tegen. En nou ja, je was daar dus niet bang om je mening over uit te spreken in je omgeving. Nee. En ik denk dat het klinkt een beetje alsof jij echt fearless daarin was. En ik denk dat er veel mensen zijn die worstelen met stappen. En dan misschien niet zo extreem als in jouw situatie met reactie van familie. Maar nou ja, dat mensen toch bang zijn met stappen, het nemen van stappen. Omdat ze nou ja, de reactie van anderen eigenlijk een beetje daar een beetje angstig voor zijn. Of dat er al negatieve reacties zijn geweest. Hoe kwam jij in zo'n staat van onbevreesd zijn? Of wat zou je erover mee willen geven? Nou, weet je, het is heel veel dingen in het leven worden pas veranderd als er een paar mensen zijn die een soort van de strijd voor die zaak willen voeren. Nog niet zo lang geleden was het bijvoorbeeld heel normaal dat je als homo niet uit de kast kwam, ook in Nederland. En ook in andere delen van de wereld is het nog steeds zo. En dan kun je twee dingen doen. Je kan je lot accepteren, zoals bijna iedereen om je heen. Of je kan denken, nee, weet je wat, ik ga er wel voor, ik ga strijden tot het eind en anders ga ik maar strijden ten onder. Of anders ben ik maar eenzaam. Zolang ik nog leef, hè, kom ik er wel uit met de tijd. En dat is een beetje mijn instelling. Zolang jij niet ergens aan doodgaat, zeg maar, kom je er wel uit. Want wat willen ze doen uiteindelijk? Als jij die strijd zo belangrijk vindt voor jezelf en voor je eigen geluk, dan moet die gevoerd worden. En als jij het niet doet en niemand het doet, dan verandert er nooit wat. En zo is dat eigenlijk met alles gegaan in de geschiedenis wat veranderd is. Nog niet zo lang geleden was ook in Nederland de rol van de vrouw vergelijkbaar met wat het nu is in bijvoorbeeld islamitische landen. Het was heel raar dat je zwanger was zonder dat je getrouwd was. En scheiden was allemaal heel raar. En ja, je was ook in Nederland best wel snel een slet of zo. Dus dat, ja, hoe is dat veranderd? Doordat er vrouwen waren die zeiden van, hé, luister eens, dat is allemaal onzin. En we moeten onze mentaliteit daarover veranderen. En er is heel veel over gepraat, heel veel over geschreven. En zo is dat met de jaren allemaal veranderd. Dus er zijn altijd voortrekkers die het soort van zichzelf opofferen voor de anderen. En die de allermoeilijkste strijd leveren. En als ze succes hebben, dan kunnen de anderen een soort van daarvan profiteren die daarna komen. Ja. Volgens mij was het ook niet zo lang geleden zo dat je kon als vrouw geen huis kopen als je geen toestemming van je man had, et cetera. Echt dat soort dingen waren gewoon in Nederland heel normaal, nog geen 40, 50 jaar geleden. Heel recent. En ja, je hebt allemaal van die geschreven en ongeschreven regels. Volgens mij hadden vrouwen ook geen stemrecht en zo. Dus ja, er zijn altijd voortrekkers die de moeilijkste strijd leveren. Ja. En de rest komt er achteraan. En ik besefte op een gegeven moment heel goed dat ik het dan maar moest doen. Ook al had ik er geen zin in en ook al zou het kut zijn. En was jij daar op dat moment ook echt bewust van dat jij je boek schreef en uitbracht van dat het niet alleen voor jou was om hier uit te komen, maar ook echt voor jouw gemeenschap? Voor alle vrouwen die zich daarin bevinden? Ja, eigenlijk wel, omdat ik dacht, nou, dat boek is dus begonnen als een dagboek. Het was puur voor mezelf, om mijn gevoelens eruit te krijgen, om dat van me af te schrijven. Want ik heb altijd wel dagboeken gehad. Dat is gewoon iets wat in mij zit, als ik ergens mee zit en zo. En ik kan er niet zo goed over praten met iemand, dan ging ik gewoon een lege Word-bladzijde voor me op mijn laptop pakken en gewoon typen, totdat alles van me af was. En dan dacht ik, oh, oké, nu heb ik het soort van aan mijn laptop verteld. En dat luchtte enorm op. En dan zet ik er gewoon een datum boven en dan sla ik het op. En dan de volgende keer dat ik dingen van me af moet schrijven, deed ik hetzelfde. En zo is het dus begonnen. Het is niet begonnen met het idee van, oh ja, dit ga ik ooit opsturen of zo naar een uitgeverij. Maar op een gegeven moment kwam dat wel in me op van, oké, misschien kan ik dit publiceren om anderen ermee te helpen. Want ik zelf kende ook geen boek wat mijn gevoelens exact beschreef. En dat ik dacht, oh, als ik dit lees, dan weet ik precies wat ik moet doen. Of dan weet ik dat ik niet de enige ben of zo. Dat boek was er gewoon niet. Bestond gewoon niet in Nederland. Dus ik dacht, wat nou als ik dat boek schrijf
voor anderen die misschien hetzelfde denken en meemaken. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat ik de enige op de wereld ben die het niet eens is met al die regels, et cetera. Dus het was ook met het idee inderdaad om lotgenoten eventueel te steunen en te laten zien van, hé, je bent niet de enige, want kijk, in mijn boek beschrijf ik alles met zoveel details en ik weet dat het ook voor jou geldt of zo. Dat ik toch een soort van hart onder de riem steek. En dat is ook gelukt, want ik krijg nu nog steeds elke dag berichten van mensen die zeggen, het lijkt wel alsof je mijn leven beschrijft. Ik heb precies zo'n moeder. Het is ook heel gek om dat voor mij te horen, omdat ik niet wist dat er zoveel mensen waren die exact hetzelfde denken of meemaken. Ja. En dat is wel, dat is heel fijn. Ja, want je deelt ook veel van die reacties, hè, die je binnenkrijgt op je verhaal. Ja. En wat doen die persoonlijke reacties met je, die positieve reacties? Van, ik herken dit helemaal en dit helpt mij heel erg. En ik zie soms ook daarin nog de worstelingen van mensen, dat ze zeggen, ik herken het heel erg, maar ik weet niet hoe ik er zelf uit moet komen. Wat doet dat met jou? Heel vaak is dat best wel pijnlijk. Ook omdat ik een paar persoonlijke ontmoetingen heb gehad met mensen die hele lange berichten aan mij hebben gestuurd van dat ze precies in hetzelfde schuitje zitten, et cetera. En dan voel ik me een soort van machteloos, omdat ik denk, ik wil je zo graag helpen en ik wil je zo graag de tools geven om hier uit te komen. Maar ik merk dat ze meestal niet... Ja, het hangt natuurlijk ook een beetje van je karakter af hoeveel je kan hebben. En ik ben wel iemand, dat merkte ik ook door die gesprekken en zo met anderen, ik kan heel veel hebben. Dus als iemand mij helemaal verrot scheldt, al is het mijn eigen ouder of weet ik veel wat, dan doet dat mij niet zoveel. Omdat ik denk, je kan me wel verrot schelden, maar ik weet dat ik gelijk heb. Omdat ik zo zeker ben van mijn eigen wil en eigen... doet het mij niet zoveel. Ik kan het heel makkelijk naast me neerleggen, omdat ik denk van, jij bent hier de onbeschaafde persoon die mij zit uit te schelden. En ik ga me daar echt niks van aantrekken. Maar heel veel andere mensen hebben dat natuurlijk niet. Die worden daar heel erg door geraakt. Doet ze heel erg veel pijn. Ook als iemand zegt van, als je dit en dit doet, ben je mijn dochter niet meer. Ja, dat is gewoon super pijnlijk voor de meeste mensen. Ik denk dan heel snel al van, jij wilt mij verstoten. Jij geeft blijkbaar voorwaardelijke liefde aan mij. Dan ben ik je dochter niet meer. Dus ik kan heel veel sneller en veel makkelijker een soort van voor mijn eigen gelijk kiezen. Mm-hmm. Omdat ik al zo zeker ben van dat ik echt wel de goede kant ben. En dat ik het echt wel allemaal niet slecht bedoel en het allemaal goed probeer te doen. Ja. En dat het probleem echt bij de tegenpartij ligt, zeg maar. En andere mensen hebben dat niet zo snel en niet zo krachtig. Omdat ze toch meer aan zichzelf gaan twijfelen. En denken van, maar heb ik wel het recht om ze zoveel pijn te doen? Want ze weten ook niet beter. En dit is nou eenmaal onze cultuur. En misschien moet ik me maar aanpassen. Of misschien moet ik maar altijd een dubbel leven leiden. Dus die hebben veel meer schuldgevoelens over hetgeen wat ze doen en zeggen. En die zouden ook nooit in staat zijn om een boek erover te schrijven. Omdat ze zeggen van, ik vind het zo knap wat je hebt gedaan, want ik kan het nog niet eens aan mensen om me heen vertellen. Laat staan dat ik het aan heel Nederlands vertel en op tv en in interviews en in een boek met zoveel details. Dat is natuurlijk weer een ander level van iets naar buiten brengen. Ja, maar wie weet dat het wel wat losmaakt en dat dit ook tijd nodig heeft en dat het steeds... met wat jij net eigenlijk al aangaf, dat er één soort van voorvechter moet zijn die dingen normaliseert en dat het hopelijk later gewoon wordt voor mensen die dat willen, die dan daarin hun eigen pad kiezen. Want we hadden het net over de prijzen die je hebt gewonnen. De negatieve gevolgen van het succes, die zijn eigenlijk ook wel duidelijk. Je liet het net al een beetje terloops vallen. Maar ik denk dat voor heel veel mensen die dat nog niet weten, dat het echt een shock is. Want je bent dus je familie kwijtgeraakt. Je hebt zelfs moeten onderduiken en je wordt nog dagelijks bedreigd. Ja. Want dat deel je ook. Bijvoorbeeld op social media deel je zowel de positieve reacties als de negatieve reacties. En dat is denk ik heel chockerend voor mensen die daar niet mee te maken krijgen. Ja. Maar wat voor impact heeft dat op je leven? Die negatieve gevolgen? In het begin heel veel. In het begin kwam ik dus in de ene tv-show na de andere.
En ik ging gewoon heel vrij vertellen over, nou, ik vind het geloof gewoon stom en ik heb er geen respect voor. En mijn ouders die hadden allemaal verschrikkelijke onzinregels. En ik vertel dat gewoon zo en niets vermoedend eigenlijk. Omdat ik denk van ja, dat is gewoon mijn mening, dat is gewoon mijn vrijheid. Maar ja, zo zit de wereld niet in elkaar, daar kom ik al heel snel achter. Want heel veel mensen zien dat als een belediging van hun geloof en cultuur. En het lastige met geloof is, het is heilig voor mensen. Het is super heilig. Dus als ik ineens op tv dat geloof zit te beledigen of te krenken, dan kunnen heel veel mensen daar gewoon niet tegen. Want dat is zo heilig voor hun dat ze denken, oké, weet je wat, jij wil zo stoer doen. We gaan jou eens even aanpakken, dan zie je wel of je nog zo praat over zul je leren. Of zo. Ja, precies. Dus dat is het lastige met geloof en dat had ik een soort van onderschat. Dus al snel had ik te maken met mensen die mij bedreigden. En toen in het begin dacht ik nog van ja, het zullen wel gewoon jongeren zijn of verveelde mensen. En ik ga me er gewoon niet zoveel van aantrekken en zo. Maar het werden er steeds meer en meer en meer en meer. Nou, dan wordt het al veel moeilijker om je er niks van aan te trekken. Als je elke keer als je je inbox opent ineens weer allemaal filmpjes gestuurd krijgt. En foto's van wapens zelfs en weet ik veel wat. Ja, dan ineens ga je wel echt denken van oké, wat heb ik gedaan? Moet ik hier wel mee doorgaan? Is dit wel slim? En dat was, ja, vooral als je in je achterhoofd hebt wat eerder is gebeurd in Nederland met Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali en Samuel Paty in Frankrijk en Charlie Hebdo. En weet je, er zijn zoveel voorbeelden te noemen van zaken waarbij het echt mis is gegaan. Puur omdat mensen zich beledigd voelden door een cartoon of zo. Dus die mensen heb je gewoon. En ik dacht, oh jee, shit. Er hoeft maar één gek te zijn die denkt, weet je wat, ik ga haar eens even aanpakken. En dat besefte ik ineens. En dat was een heel zwaar besef. En ik kreeg ook rechtszaken en zo met de bedreigers. Maar de politie, ja, ik deed op een gegeven moment heel veel aangifte. Maar de politie zei al van, kijk, je kan wel aangifte doen van honderden bedreigingen. Maar het is niet dat wij iedere bedreiger kunnen opzoeken en zo. Daar gaat echt superveel tijd en moeite en energie in. En als wij elke bedreiger op het internet van elke BN'er zouden moeten opzoeken, dan zouden wij nooit meer kunnen werken. Dan zouden wij nooit meer een moord kunnen oplossen. Ja. En dat snapte ik ook wel heel goed. Want wat moet je nou met honderden bedreigingen? Dus op een gegeven moment werd gezegd, we gaan de ergste eruit pikken. Dus bijvoorbeeld foto's van wapens, et cetera. Die gaan we opzoeken en dat duurt al best wel lang. En die gaan wij, ja, voor de rechter trekken, zeg maar. Ja. Eén jongen is 7 maanden heeft hij vastgezeten. Die heeft 12 maanden gekregen, waarvan 5 voorwaardelijk. Nou, nu is hij inmiddels weer vrij. Maar dat was ook echt een super enge jongen. Waarvan ik niet denk dat hij spijt heeft of zo. En waarvan ik nu nog steeds denk van ja, wat als hij me opzoekt of zo. Dus het is allemaal heel, ja, helemaal geen fijn gevoel. En hoe ik daarmee omga is eigenlijk om het niet meer te lezen überhaupt. Alles wat binnenkomt, ja, ik heb zo'n filtertje ingebouwd in mijn inbox. Dus ik zie het allemaal niet. Ik heb mijn Facebook verwijderd, waar de meeste bedreigingen kwamen. Ik deel het ook allemaal niet meer, omdat ik denk, ja, nu weet iedereen het wel, weet je. Ik ga niet weer op Instagram of weer op Twitter delen van, zie mij eens bedreigingen krijgen. Want ja, dat weet iedereen nu wel. Het is ook gewoon heel negatief of zo. En dus ik probeer een beetje meer op het positieve te focussen. En dat, ja, ik negeer het gewoon volkomen. Maar ja, dat betekent niet dat het er niet meer is of zo. Maar ik heb er in ieder geval minder last van, doordat ik het niet meer zie. Gelukkig. En het is ook kut als je, stel dat de politie er wel achteraan gaat. Ik bedoel, in Nederland kun je niet iemand preventief opsluiten wegens een bedreiging. Het moet helaas zo zijn dat iemand echt wat gedaan moet hebben om echt opgesloten te worden. Dus uiteindelijk is het ook kut dat iemand ook gewoon weer vrijkomt. Of met een taakstraf ervan afkomt, et cetera. Want voor jouzelf is dat niet gerechtvaardigd. Want je denkt, ja, ja, dat is gewoon gestoord. Want diegene is misschien wel gevaarlijk voor mij, et cetera. Maar ja, dus het is eigenlijk beter om het helemaal te negeren. Want uiteindelijk word je altijd teleurgesteld door de consequenties en de rechterlijke uitspraak. Want je kan niet iemand vastzetten omdat het potentieel een gevaar is voor je. Dus het ligt heel erg bij jezelf. Ga jij genoeg beveiliging nemen? Ga jij genoeg maatregelen nemen?
Let je goed op, hou je gegevens goed geheim. En dan moet het goed komen. Maar je kan het niet, je kan niet elk gevaar uitschakelen of zo. Maar kun jij nog rustig over straat in je eigen hoofd? Ben jij dan angstig of kun je dat dus... Nou, in het begin dus totaal niet. Toen heb ik mezelf ook een soort van opgesloten 2 weken lang. En tegen iedereen gezegd, geen interviews meer. Ik ga ook niet meer schrijven, et cetera. Want ik werd gewoon helemaal een soort van gillend gek. En ik dacht, ik ga dit allemaal niet meer doen. Want mijn veiligheid, mijn leven, dat staat op nummer 1. En dat succes en die interviews en die tv-dingen en dat boek, dat boeit mij allemaal niet meer zoveel. Bekijk het maar met z'n allen. Dus ik heb toen geroepen van, ik ga geen interviews meer geven, et cetera. Nou, uiteindelijk is dat dus niet zo gegaan, want uiteindelijk ben ik daar wel op teruggekomen. Maar ook bijvoorbeeld bij het tekenen van het filmcontract en de vertaling, dan dacht ik wel van, ik maak het mezelf nu wel heel moeilijk. Want wat als er een film komt en iedereen kan dat internationaal gewoon bekijken en er bestaat niet echt zo'n film. Je hebt geen film op Netflix of zo, waarbij iemand met een hoofddoek allemaal dingen doet die tegen het geloof indruisen en zo. Het bestaat gewoon niet. Dus wat nou als ik daar heel veel gezeik mee krijg en nog meer bedreigingen, et cetera. Dus ik heb heel lang erover moeten nadenken, wil ik dat wel en zo. Maar ik vond het zo belangrijk en ik dacht, wie overkomt het nou dat je op je 24ste een boek publiceert en dat het verfilmd gaat worden en dat je dan gewoon zegt van nee, ik wil het niet, weet je wel. Dat vond ik ook weer geen optie. Want ik dacht, ik vind het zo cool dat dat gewoon kan gebeuren. En ik ga me gewoon niet uit het veld laten slaan of zo. Want dan hebben ze natuurlijk ook gewoon gewonnen. Als jij zegt, weet je wat, ik ga niks meer schrijven, ik ga geen film uitbrengen, vertalingen gaan niet door. Ja, voor wat heb je dan geschreven uiteindelijk? Want je wil een boodschap meegeven aan zoveel mogelijk mensen. En als je je dan laat bedreigen door mensen die echt super dom zijn en gewoon niet jouw vrijheid kunnen respecteren, dan geef je gewonnen. Ja. Maar of ik veilig op straat kan? Nee, niet echt. Ik ben een paar keer op straat herkend en dat was helemaal niet fijn door jongens op scooters en zo die dan dingen naar je roepen en zo. Ja, dat is gewoon heel intimiderend en ik gun dat echt niemand. Ik zou het ook niemand aanraden om zo'n boek te schrijven, eerlijk gezegd. Het is echt niet fijn. Je wilt echt gewoon niet je veiligheid kwijt. En dat gevoel is gewoon super kut. Als mijn eigen zusje bijvoorbeeld zou zeggen, ik wil ook zo'n boek als jou schrijven, dan zou ik echt alles eraan doen om het tegen te houden. Of mijn eigen kind of zo later. Want het is gewoon niet fijn. Ik gun het echt niemand. Het is gewoon niet fijn om altijd te maar moeten opletten. Altijd denken van, oké, ben ik goed vermomd, et cetera. Want ik ga dus altijd best wel met vermomming op straat en zo. En meestal ook niet alleen. Mm-hmm. Maar het is gewoon kut om daar überhaupt over na te denken. Je moet daar heel bewust mee bezig zijn. Terwijl je eigenlijk gewoon dat vrije leven wilde leven wat je ook voor ogen had natuurlijk. Ja, precies. En dat is ook de reden dat ik ga verhuizen binnenkort. Want ik woon nu nog in Amsterdam. Maar ik word hier wel helaas te vaak herkend. Dus ik ga... Ik heb al geregeld dat ik kan verhuizen naar een veel rustigere plek waar mensen mij niet echt snel herkennen en zo. Waar het gewoon veel rustiger is. Dus ik verheug me daar heel erg op. En ik denk dat dat ook wel veiliger is voor mij en beter. Gaat ook wel rust brengen. Ja. Maar bijzonder om te horen dat je, ondanks alle reacties en nu te hebben ervaren, dat je voor de keuzes die je nu maakt, je alsnog niet laat beheersen door die angst. Want ik bedoel, iedereen zou je begrijpen en zeggen van, Lale, natuurlijk, weet je, als dit nog meer impact op je leven gaat hebben. Maar je hebt eigenlijk de hele tijd dat grotere doel voor ogen. En bent je ook heel erg bewust van de positie die je hebt. En misschien het unieke verhaal dat dan nu met zoveel meer mensen gedeeld kan worden. En dat je dus ook aan de positieve kant nog veel meer mensen kunt helpen. En zich gesteund laten voelen. Ja, ik probeer heel erg te focussen op de voordelen, wat het mij allemaal brengt, dan de nadelen. Ik probeer dat een beetje te bagatelliseren eigenlijk, omdat dat mij mentaal meer rust geeft. Want welke positieve kanten zitten er aan het succes? Welke deuren zijn er voor je open gegaan? Ja, heel veel. Omdat door mijn boek kan ik bijvoorbeeld nu columns schrijven. Als ik het boek niet had, dan zou dat waarschijnlijk dus niet gebeurd zijn.
En in mijn columns kan ik heel veel mijn mening kwijt over zaken die gebeuren. En die ik ook echt heel sterk voel. En daar krijg ik dan weer ja, heel veel haat op. Maar ook heel veel positieve reacties. En mensen die zeggen ga zo door. En ik lees je zo graag elke ochtend als ik de krant opensla, et cetera. Maar het geeft mij heel veel brandstof. Heel veel drijfveer of heel veel motivatie om door te gaan. Nou, dus die columns. Ik hou heel vaak lezingen. Ik ben laatst op een middelbare school gegaan met, zeg maar, de helft van de klas was dan moslim. En de helft van de klas was, zeg maar, Nederlands, autochtoon. En dat was echt zo bijzonder, want ze hadden dus allemaal mijn boek gelezen. En ze hadden allemaal vragen voorbereid en zo. Wow. En op een gegeven moment kwam er heel veel spanning in die klas, omdat mensen het gewoon totaal niet met elkaar eens waren. Want, nou, zo'n meisje met een hoofddoek en zo, die zei gewoon op een gegeven moment van, nou, je schrijft dat homoseksualiteit niet mag in je boek. Maar eigenlijk is dat toch iets wat gewoon niet moet mogen. Want dat is toch eigenlijk, dat staat ook in de Koran, van dat eigenlijk iets slechts is en zo. En ik geloof daar heel erg in. En ja, waarom kan jij ons niet respecteren daarin dat wij dat slecht vinden? Zo'n vraag, weet je wel. Terwijl er ook gewoon blijkbaar iemand in de klas zat die homo was. En die vond het allemaal heel pijnlijk om te horen. En die zei ook van, ja, maar hoe bedoel je? Want dan zeg je dus eigenlijk dat ik er niet mag zijn. En dat ik het maar moet smoren om er maar bij te horen, et cetera. En dat ik me ook als hetero moet gedragen en zo. Dus er kwam toen echt zo'n hele discussie op gang en zo. En ook over andere onderwerpen. En die leraren vonden dat echt prachtig om te zien. Omdat ze normaal natuurlijk heel veel moeite hebben met dat bespreken en zo. En ze vinden het heel fijn dat ik dat een soort van voor hun doe. En dat ik dan het, ja, zo'n spannend gesprek leid. En dat hopelijk mensen ook op die jonge leeftijd dichter bij elkaar komen. En dan ja, dat je minder een parallelle samenleving hebt. Waarbij iedereen een soort van in zijn eigen waarheid zit en in zijn eigen bubbel. Maar dat je een soort van dichter bij elkaar komt en meer begrip hebt voor de ander. En dat is uiteindelijk wel het belangrijkste. Dus ik krijg echt super veel voldoening uit dat soort lezingen geven op scholen en zo. Omdat ik denk dat ik daar ja, heel veel goeds mee breng in zo'n klas. Heel veel meer harmonie of zo. Ja, heel bijzonder. En het gesprek er echt over starten. Ja, ja, en dat moet gewoon. Want als niemand het doet, dan blijft het altijd een soort van gescheiden wereld. Dus dan blijft zij in haar eigen waarheid en denkt ze van ja, homoseksualiteit is gewoon vies. Dat zijn gewoon mannen die elkaar in de kont neuken en het is gewoon een keuze. Je wordt er echt niet mee geboren, want dat is hetgeen wat zij leert. En God heeft het echt niet voor niks verboden en zo. En hij denkt alleen maar van, zie je dan niet dat ik gewoon zo ben? Zie mij, ja. Weet je wel, accepteer mij. Hoe kan je dat nou zeggen? Je ziet toch dat ik gewoon zo ben, weet je wel. En dat brengt elkaar zoveel meer dichterbij. Door, ja. En als de aanleiding mijn boek is, dan vind ik dat alleen maar mooi. Ja, ja, waanzinnig. Je gaf bij De Geknipte Gast, het programma van Eus, aan dat je een meester bent in het verbergen van je emoties. En dat je dat door de jaren heen hebt geleerd. Mm-hmm. Waarom moest je die emoties verbergen? Waarom ik dat moest verbergen? Nou, ik heb heel vaak dat ik, ik had dus een dubbel leven. En ik heb nooit echt ouders gehad die zeg maar gelijk met mij zijn. Heel veel mensen zijn heel close met hun ouders, vooral met hun moeder. Daar delen ze echt alles mee, alsof het een soort vriendin van ze is of zo. Nou, ik heb dat nooit gehad. Mijn ouders waren gewoon autoritair, dus die waren gewoon een soort van bazen die het huishouden runnen. En die heel veel regels hadden en streng waren, et cetera. En ik kon niet echt met gevoelens bij ze terecht, omdat elke keer als ik dat wel deed, dan begrepen ze me toch niet. Als ik zei van ik ben verliefd op een jongen, dan zei mijn moeder verliefd, waar heb je het over, weet je wel? Dan gingen ze me gewoon belachelijk maken of weet ik veel wat. Of zeggen dat ik dat maar niet moet zeggen en zo, en dat het onzin is en dat ik nog te klein ben, terwijl ik al 16, 17 was of zo. En dat ik helemaal niks weet van liefde en dat wel later komt als ik ga trouwen. Dus ja, alles wat ik een soort van opwierp, werd een soort van weer in mijn gezicht geslagen. En ik kon niet echt met verlangens en dingen bij ze terecht. Als ik op school zag dat iedereen merkkleding had of weet ik veel wat. En ik wilde dat ook, dan kon ik dat ook niet echt met ze delen. Want ze snapten het toch allemaal niet. Zij weten niet eens wat merkkleding is en zo.
Dus ik voelde me met heel veel onderwerpen gewoon eenzaam, omdat zij het toch niet begrepen. Omdat ze, ja, gewoon mensen waren die de Nederlandse cultuur niet echt snappen, de Nederlandse taal niet spreken. Ze zijn uit Turkije en dat is de cultuur waarin ze vastzitten. En ze snappen niet echt dat ik met andere dingen worstel, omdat ik in Amsterdam ben opgegroeid. En ook als ik bijvoorbeeld naar het kerstgala wou, omdat iedereen er naartoe ging, dat snapten zij niet echt. Van ja, waarom wil je naar dat feestje? Waarom wil je dansen? Zit gewoon thuis en kijk gewoon een serie. Want het is beter, weet je wel, voor jou. Ja. En hoeven wij niet ons zorgen te maken met of het wel allemaal goed komt en zo. Dus alles wat gewoon wat ik leuk vond, schoolreisjes, kerstgala, dit, dat, gewoon met vriendinnen chillen, bla bla. Alles gingen zij een soort van wegzetten als, ja, dat hoeft helemaal niet. Doe maar gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg. Of je kan beter bidden, of je kan beter thuis een serietje kijken of zo. Dat vinden wij veel beter. En jij kon dus niet al je emoties daarover uiten? Nee, want het werd toch niet begrepen. Ja, en je leven ziet er nu natuurlijk heel anders uit. Je staat er nu alleen voor. Ik kan me voorstellen, als je nooit die emoties echt kon uiten, dat het nu moeilijk is om dat wel te kunnen of dat aan te leren. Kun je dat nu en durf je dat nu te uiten? Ik vind het nog steeds heel moeilijk, omdat kijk, heel veel mensen kunnen niet aan mij lezen of ik iets kut vind of ik verdrietig ben, et cetera. Als ik dat al ben, dan wacht ik gewoon tot ik alleen ben en dan ga ik dat in mijn eentje verwerken en ik treed weer naar de buitenwereld als ik weer vrolijk ben of zo, of als ik het heb verwerkt. Dus ik vind het heel moeilijk om met anderen over mijn emoties te praten, omdat ik het altijd zo heb gedaan. Ik heb echt altijd in mijn eentje dingen verwerkt. Hooguit door dingen op te schrijven op mijn laptop, maar niet door met iemand over te praten of zo, want heel vaak begrepen die me toch niet of zo, had ik het idee. En ik was ook de oudste thuis, dus ik had geen broer of zus of zo. Dus dan ben je sowieso al veel zelfstandiger. Kijk, ik heb nu een zusje en als zij ergens mee zit, kan zij denk ik veel sneller bij mij aankloppen of zo. Dus dat lijkt me heel fijn, maar ik had dat gewoon nooit. Ik had nooit iemand voorhanden waarvan ik dacht, oh ja, die begrijpt me echt helemaal. Dus wat ga je dan doen? Je gaat een soort van jezelf trainen en accepteren dat je alleen jezelf hebt en dat je het maar gewoon allemaal alleen moet verwerken. En dat is er eigenlijk nooit echt uitgegaan, inderdaad. En ja, heel veel mensen kunnen dat ook als belediging ervaren. Want dan denken ze van, ja, ik ben toch jouw vriendin of ik ben toch jouw vriend. Waarom kom je niet naar mij toe als je ergens mee zit? En waarom moet ik daar altijd achteraf pas achterkomen of zo? En dat snap ik ook wel. Want ik zou ook willen dat mensen die dicht bij mij staan, het liefst met hun zorgen en zo naar mij toe komen. Dat we er samen over na kunnen denken en zo. Maar ik vind het blijkbaar nog steeds heel moeilijk om dat te doen, omdat het zo in mij zit dat ik er gewoon alleen voor sta. Ja, maar merk je daarin in relaties dat je daar wel in groeit? Ik denk het wel. Ik probeer nu wel sneller hulp te vragen en zo. Want eerst was dat nooit echt een optie in mijn hoofd. Omdat ik denk, ja, niemand. Eigenlijk wil stiekem niemand mij helpen. Maar ze doen het gewoon puur omdat ik het dan vraag of zo. Daar ging ik een beetje van uit. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want er zijn gewoon genoeg mensen die jou echt willen helpen. En die echt voor jou klaarstaan. En die het helemaal niet erg vinden dat je hun tijd verspilt door jouw zorgen te uiten of zo. En zo dacht ik eerst wel. Omdat, ja, ik kon het. Zelfs bij mijn bloedeigen ouders kon ik dat niet echt. Omdat ze nooit echt geïnteresseerd waren erin. Dus dan ga je er een beetje van uit van, ja, als je eigen ouders niet eens geïnteresseerd zijn in je, waarom zou iemand anders dat dan wel zijn of zo? Dat is een beetje wat in je onderbewustzijn zit. Maar dat hoeft helemaal niet zo, want je hebt echt hele lieve mensen op de wereld waar je geen bloedband mee deelt, maar die wel voor je klaarstaan. Omdat het je vrienden zijn, of omdat je vriend is, et cetera. Ja. En dat is wel iets wat ik, wat ik heb geleerd. Wat goed. Want ook nu met het verhuizen, kijk, ik had heel veel hulp nodig met dingen tillen en grof vuil en weet ik veel wat. En dat kon ik allemaal niet in mijn eentje. Dus ik was heel bescheiden in hulp vragen aan anderen. Omdat ik denk, ja, waarom zouden die mij willen helpen op hun vrije avond? Want die willen wel, denk ik, leukere dingen doen en zo. In plaats van hun rug breken over mijn meubels dragen, weet je wel. Dus dan denk ik al van, oh ja, hulp vragen is dus geen optie. Ik moet het maar allemaal alleen zien te rooien. En al snel hoorde ik van vrienden van, ja, tuurlijk gaan wij dat voor jou doen. We regelen wel gewoon een avond waarbij we allemaal kunnen. En dat gaan we gewoon voor jou doen. Ja, dat doen we toch gewoon samen, et cetera.
En wat doet dat dan met je? Ja, ik word daar gewoon heel ontroerd van. Omdat ik denk, wow, jullie zijn gewoon allemaal bereid om gewoon voor mij je tijd op te offeren. En voor mij moeite te doen en zo. En dat doe je gewoon helemaal vrijwillig. Dat vind ik echt ja, super ontroerend. En ik probeer ook zoveel mogelijk eigenlijk terug te doen. Omdat ik een soort van schuldgevoelens heb. Dus dan ga ik ze ook nog geld aanbieden en zo. En dan denken ze van, what the fuck, weet je wel. Dit is een belediging. Ja, precies. Van, je hoeft echt niet alles, je hoeft niet altijd maar iets terug te doen of zo. Dat komt vanzelf een keer, weet je wel. Een keer ga ik verhuizen en dan kom jij mij helpen en zo. En zo gaat dat. En dat moet ik nog een beetje leren. Dat gewoon, dat je gewoon... Die onvoorwaardelijke liefde. Ja, en dat je gewoon voor elkaar klaarstaat en dat ik een keer wat voor hun doe en zij een keer wat voor mij. En dat dat eigenlijk gewoon heel normaal is, zeg maar. Ja. Ja. Je hebt aangegeven dat jouw levensmotto is, vanuit de maan gezien zijn we alle even groot. Het is een tekst van Montatuli. Hoe pas je die toe in je eigen leven? Nou, ik vind dat een hele mooie tekst, omdat als je beseft dat iedereen maar gewoon mens is en iedereen poept en plast en iedereen een soort van klaarkomt en iedereen, weet je, we zijn in de basis, zijn we echt allemaal hetzelfde. Ook wetenschappelijk gezien delen alle mensen 99,zoveel% van de genen is gewoon hetzelfde. Zeg maar het enige waar wij in verschillen is die 1% of zo. Ja. Dus, en ook als wij, de films die wij goed vinden en de boeken die wij goed vinden en zo, dat raakt meestal aan iets waar heel veel mensen zich in herkennen en zo. Dus daaraan kun je ook zien dat de meeste mensen op de wereld gewoon een beetje hetzelfde zijn. En we willen allemaal gelukkig zijn en we willen allemaal liefde en we willen allemaal bevestiging. Uiteindelijk zijn we allemaal naar hetzelfde op zoek. Gewoon een fijn, gelukkig leven, veiligheid, gezondheid, leuke mensen om je heen, et cetera. En als je dat beseft, dan zie je ook niet meer mensen in een soort van hiërarchie van, oh, dat is echt, zij is dit of hij is dat. En daarom moet ik nu echt super erg letten op mijn woorden of onzeker zijn of zo. Want als je andere mensen veel hoger ziet dan jij of zo, of je maakt jezelf klein, dan heb je al snel te maken met verlegenheid of onzekerheid. En dat zijn dingen waar ik een beetje een hekel aan heb gekregen, omdat het niks brengt. Het is puur een belemmering. Als jij op tv bent en je ziet die camera's en je denkt, oh, ik ben aangekomen en zit mijn haar wel goed en volgens mij heb ik niet de juiste outfit aan, zo weet je, of lach ik niet zo stom of had ik mijn tanden maar moeten bleken voordat ik hier kwam of was ik maar naar de zonnebank geweest, weet je, dat zijn allemaal dingen die ook door mij heen gaan. Ja. En dan ben ik wel knap genoeg of is zij niet knapper of spreek ik wel goed genoeg en kon ik niet beter dit woord gebruiken, weet je. Je kan alles, kan je 1000 keer overpiekeren, maar je hebt er niks aan, want uiteindelijk is het gewoon een belemmering. Uiteindelijk vindt iedereen jou echt wel leuk als je gewoon jezelf bent. Daar ben je veel leuker van dan dat je zenuwachtig bent, want niemand vindt het fijn om naar een zenuwachtig persoon te kijken. Ik ook niet. Ik kijk liever naar iemand die gewoon zichzelf is. En dan maakt het me niet eens meer uit of je dik bent of minder knap of weet ik veel wat. Want dan ben je gewoon jezelf en dan doe je gewoon gezellig mee. En dat vindt, ik denk dat de meeste mensen dat veel leuker vinden dan. Onzekerheid is ook iets wat super onsexy is. Ik heb bijvoorbeeld meiden gekend die echt super knap waren, et cetera, maar super onzeker nog steeds. En dat is gewoon iets wat hun dan verpest. Omdat ze zo onzeker zijn als ze naar een date gaan. Zo bezig zijn met de meningen van anderen. Ja, precies. En zo bezig met de kleinste dingen. En dan denk ik, ja, wat zonde dat je zo onzeker bent. En dat je niet gewoon maling kunt hebben. En dat je gewoon niet beseft dat we maar allemaal mensen zijn. En dat we inderdaad vanuit de maan gezien allemaal even groot zijn. En we gaan allemaal een keer dood. Dus wat maakt het nou uit? Weet je, geniet van het leven. En doe nou niet zo lastig over kleine dingen waar niemand mee zit. Echt alleen jij zit ermee. Ja. Ik ben ook sinds de lockdown ben ik 15 kilo of zo aangekomen. En ik zit gewoon nog steeds op tv en zo. En dan hoor ik heel vaak van, oh, het is aangekomen, dit, dat, op Twitter. En mij doet het oprecht niks. En dat vinden mensen heel knap, omdat ze zeggen van, ja, mij zou het echt veel doen. Maar ja, ik weet dat ik een dubbele kin heb. Ik weet dat ik ben aangekomen. Maar
als ik straks gewoon ermee bezig ben en het is zomer en ik ga weer een beetje sporten en ik ga gewoon weer gezond eten, et cetera, dan weet ik dat ik er gewoon weer goed uitzie. Dus mm-hmm. En als het niet zo is, dan is het ook goed, weet je wel. Precies. Ik hou ook van mezelf als ik dikker ben. Ja, mij boeit het niet zoveel. Ja. Ja. Ja, ik voelde deze echt, deze quote ook echt heel mooi. En ik denk dat het voor alle luisteraars... Kijk, voor jou betekent het dan media optreden. En ik kan me voorstellen ook nog veel meer reacties die jij over je heen krijgt. Omdat je zo'n publiek figuur bent. Maar ik denk dat iedereen wel dit gevoel soms heeft met collega's of met vrienden of in nieuwe groepen. En nou ja, ik heel, heel mooi advies wat je geeft. Echt de learnings van... Wees gewoon jezelf, dan ben je de beste versie van jezelf. Ja. En zo gaan mensen je ook ervaren. Zolang je authentiek bent, vergeven mensen je ook heel veel dingen. Stel dat je toch een fout maakt of op een bepaalde negatieve manier wordt ervaren. Ze weten toch, ze is wel real. Dit is wie zij is. Ja, heel veel mensen die geliefd worden, worden ook geliefd omdat ze juist zo zichzelf zijn. En zo authentiek en zo ongescript en zo... Heel veel mensen, ja, dat mensen denken dat als ze zich voordoen als iemand anders, de anderen dat niet doorhebben. Maar iedereen heeft het gewoon door. Ja. Dat is best wel... het is heel makkelijk te zien of iemand zichzelf is of niet. En je kan beter gewoon jezelf zijn, want dat is het leukst voor jezelf en dat is het leukst voor anderen. En dat waarderen mensen ook gewoon. En ja. al betekent dat je niet perfect bent, dat hoeft ook helemaal niet. Want andere mensen... Denk ook alleen maar van, oké, ik ben blijkbaar niet de enige die niet perfect is. En zo creëer je alleen maar een fijnere sfeer waar iedereen gewoon fouten mag maken en zichzelf mag zijn. En dat is uiteindelijk... Dus je helpt daarmee ook anderen, hè? Als je zelf authentiek bent en anderen merken, dat creëer je ook een veilige sfeer. Dus misschien als je het niet eens voor jezelf doet, doe het dan voor anderen. Ja, precies. En ik merk inderdaad dat mannen daar meestal minder moeite mee hebben. En vrouwen helaas wel wat meer. Ik heb ook vriendinnen die dan, als ze een paar mislukte dates hebben, dan zijn ze er ineens helemaal klaar mee. En dan gaan ze Tinder verwijderen en dan gaan ze Happen verwijderen. En dan zeggen ze, weet je wat, ik blijf wel alleen, ook al ben ik al 31, ik geef het op. De liefde is gewoon niet voor mij weggelegd, het moet maar vanzelf komen of zo. En dan denk ik, ja, wat praat je nou voor onzin? Ik bedoel, ook mislukte dates die ongemakkelijk zijn of die, weet ik veel wat, het hoort er gewoon bij. Ik bedoel, waarom pieker je er zo 100 jaar over? En een man, die zet zich meestal veel sneller eroverheen. Ik heb ook mannelijke vrienden. En als die een date hebben gehad wat gewoon niet ging, dan zeggen ze van, ja, het ging gewoon totaal niet, whatever. Ik ga weer swipen of zo. On to the next one. Yeah. Ja, die piekeren er niet 100 jaar over. En vrouwen, die moeten dat helemaal verwerken en eroverheen stappen en helemaal zichzelf weer moed aanpraten om toch weer op date te gaan en zo. En dat is zo zonde, want je moet gewoon beseffen dat je ook maar wat doet. En dat je ook maar gewoon probeert. En die ander ook. En soms klikt het online wel en in het echt niet. Nou, dat hoort ook bij het leven. Nu heb je weer een verhaal wat je kunt vertellen. Weet je, wat boeit het? Ook al was het ongemakkelijk. Je bent nu weer thuis. Blokkeer diegene. Praat niet meer met diegene. Ga op naar de ander. Dan heb je maar even een kutmiddag gehad. Ja, so what? En wat ik je ook al voor de podcast zei, ook met tv-optredens en zo, hoor ik vaak van redactrices dat vrouwen veel onzekerder zijn. En dat die echt wel een paar dagen van tevoren moeten weten van die dag is het programma, dat uur moet je er zijn. Dat die echt veel meer piekeren en heen en weer bellen van, oh, welke vragen krijg ik en wat moet ik er dan precies op zeggen en zo. En mannen die, als je ze een half uur van tevoren belt van, hey, kan je hier aanschuiven? Dan zeggen ze, oh ja, prima, als je maar een parkeerplek hebt. Ja, precies. En die hoeven ook geen voorgesprek, die hoeven de vragen niet van tevoren te weten. En ik denk dat mannen het ook niet per se heel erg vinden om bijvoorbeeld te zeggen. Of er ter plekke een beetje over na te denken. En om het gewoon spontaan te houden en zo. En vrouwen die willen dat toch wel een beetje, zullen toch een beetje zeker zijn van hun zaak. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. Je mag heus wel een keer zeggen of zo. Je mag heus wel een keer nadenken. Ja, dus eigenlijk dat perfectionisme de deur uit. En ladies, onthoud, vanuit de maan gezien zijn we alle even groot. En voel die en ga daarmee aan de slag. Ja, het is heel cliché, maar als jij voor een zaal staat en je bedenkt dat iedereen in zijn ondergoed zit, zeg maar. Dan die werkt nog steeds. Dan voelt het al minder spannend. En zo is dat een beetje. Ik bedoel, uiteindelijk
zijn alle mensen een soort van hetzelfde. Iedereen heeft onzekerheden. Ook al denk je van, oh, die heeft dat echt niet. Ja, iedereen heeft het. Ja. En de ene kan er veel smoother mee omgaan, omdat hij dat zichzelf heeft aangeleerd of zo. En de ander niet. Maar het is puur een belemmering. Je hebt er echt niks aan onzekerheid. Het gaat je helemaal niks brengen. Het gaat je alleen maar belemmeren in je leven. En als je dat een soort van weg kan werken, dat is misschien heel makkelijk gezegd natuurlijk, maar dan zul je zien dat er ineens heel veel deuren voor je open gaan, dat je ineens veel meer bereikt. Ja, mooi advies. Hey Lale, de schrijverswereld, daar bevind je nu in, en die is over het algemeen natuurlijk vrij wit en oud en mannelijk. Ja. Hoe ervaar jij die wereld als jonge vrouw? Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, ik heb vaak etentjes met schrijvers en zo. Ja, ik vind over het algemeen zijn schrijvers natuurlijk hele aardige mensen. Rustige mensen. En ja, meestal weten ze niet echt iets van mijn leefwereld. Omdat het inderdaad wat, ja, mensen van een andere generatie zijn. Ja, het is wel jammer dat er niet meer jongeren... Ja, jonge schrijfsters zijn. Dat zou toch wel een verrijking zijn voor de hele sector. Ja. Ja, dat je boeken hebt over de jongere leefwereld. Want in het Nederlands heb je dat niet echt. In het Engels wel. Je hebt bijvoorbeeld John Green en zo. Fault in Our Stars en zo. En dat een ja, Young Adult heet dat dan. En dat zijn voor boeken voor jongvolwassenen. In Nederland heb je dat niet echt. Je hebt zeg maar kinderboeken, jeugdboeken en gewoon volwassen literatuur. Ik zou willen dat er meer gewoon twintigers zijn als schrijfsters en schrijvers. En ja, dat toch een beetje de vraagstukken van onze generatie en zo steeds meer vertegenwoordigd worden in de literatuur. Ja, en ik denk dat jij daarin ook een heel mooi rolmodel bent. Want hoe jij net aangeeft dat je eigenlijk ook dus door de schrijvers zelf in die wereld positief wordt ontvangen. Nou, we hebben natuurlijk verder gezien hoe je in ieder geval in de media wordt ontvangen, hoe er wordt geluisterd naar jouw verhaal, hoe dat wordt uitgedragen. Dus ik denk alleen maar motiverende dingen, zeg maar zaken voor mensen die aspireren om eventueel schrijverschap te bereiken. Ja, ja. Ik zou, als jij talent hebt voor schrijven, of misschien ook niet, maar als jij schrijven gewoon leuk vindt, dan zou ik iedereen willen oproepen om gewoon een manuscript af te schrijven en het gewoon op te sturen. En wie weet... Ja, ik krijg ook heel veel berichten van hoe kan ik mijn boek uitgeven en zo. En dan snap ik bijna die vraag niet. Omdat ik denk, hoe bedoel je? Je moet gewoon iets schrijven en dat moet je gewoon opsturen. En dan zie je wel of iemand het leuk genoeg vindt om het uit te geven. Maar er is echt geen speciale formule hoe je ergens binnenkomt of zo. Uiteindelijk kan iedereen gewoon een manuscript opsturen. Ja. Kan iedereen uitgegeven worden. Het is echt geen hele hoge drempel of zo. Nee, en net als Jael Rosa, gast in een van de eerdere afleveringen, die heeft een boek over werkgeluk geschreven en die had een uitgever benaderd en geen reactie gekregen. En nou ja, je kunt daarna denken, oké, ik geef op. Maar zij gaf ook aan van, je denkt iets is een long shot, maar uiteindelijk had ze daarna gewoon meteen een ja te pakken. Dus dan denk je dat iets heel ver weg is, maar uiteindelijk ben je maar één ja verwijderd van jouw doel. En zo moet je denk ik ook aanvliegen van gewoon blijven proberen. En in jouw geval was het natuurlijk direct. En in het geval van J.K. Rowling heeft ze er heel lang over moeten doen. Maar uiteindelijk is dat ook gelukt. Dus wel dat doorzettingsvermogen, die toewijding tonen. Ik denk dat wat jij zegt, gewoon ervoor gaan. Ja, ja. Ja, en volgens mij hebben wij het net al gehad. Hè? Je hebt een boekverfilming, je bent columnist, opiniemaker, podcastmaker. Je bent bezig met je tweede boek. En met Ik Ga Leven stond je maandenlang op 1 in de boeken top 10. Ja. Die successen klinken echt als enorme life goals. Maar jij bent 24 en hebt ze al bereikt. Ja, blijft er nog iets over voor jou? Waar droom jij nog van? Nou, inderdaad, het is heel moeilijk om sowieso aan die hoge verwachtingen te voldoen. Dus daar, dat is ook iets waar ik een beetje mee zit. Want oké, nu heb ik al zoveel bereikt, zeg maar. En prijzen gewonnen en dit en dat. Dus nu heeft iedereen hele hoge verwachtingen van bijvoorbeeld het tweede boek en zo. En dat probeer ik een beetje te negeren, omdat dat ook niet echt een fijn gevoel is. Van, misschien gaat dit wel minder. Of
vindt iedereen mij dan minder leuk of zo? Of vinden ze dat ik niet meer kan schrijven en zo? Dus probeer me daar niet echt druk over te maken. En ja, wat er nog meer is voor mij in de toekomst, dat is moeilijk te zeggen. Want ik had hier niet echt op gerekend. Ik was hiervoor gewoon een student in Nederlands en ik dacht, ik ga voor de klas staan. Nu is dat natuurlijk helemaal weggevallen. En nu denk ik van, ik wil schrijven. Dat is toch echt mijn passie en wat ik het liefste doe. Dus dat blijft sowieso in mijn leven. Ik zal altijd schrijven, of het nou columns zijn of boeken of zo. Ik denk dat ik gewoon, of blogposts of zo, het maakt mij niet uit. Als ik maar kan schrijven, want dat is gewoon iets wat ik super leuk vind. En daarnaast probeer ik dat zoveel mogelijk te combineren met opinie maken of dingen die mij zeg maar aan het hart gaan of dingen die ik graag wil veranderen of zo. En dat kun je het beste met je mening ergens over geven en columns erover schrijven of op tv erover spreken en zo. En ik hoop dat ik dat nog lange tijd mag doen, omdat er heel veel onderwerpen zijn waarvan ik iets vind en waarvan ik denk dat geluid is er nog niet. En jij bent bereid om die te laten horen? Ja, ja, zeker. Dat vind ik ook erg leuk om te doen en het geeft mij heel veel voldoening. Dus het liefst doe ik in de toekomst nog steeds wat ik nu doe. Schrijven, opinie maken, spreken. En als dat er niet meer in zit, omdat mensen denken van oké, nou weten we het wel of zo, of niemand zit er meer op te wachten, dan is het ook prima. Want dan kun je weer een nieuwe uitdaging aangaan in het leven. En, ja, dus je ziet gewoon wat er op je afkomt, maar je weet dat schrijven in jouw leven zal blijven. Ja, het liefst wel. Kijk, het liefst probeer ik gewoon mijn brood te verdienen met hetgeen wat ik leuk vind. Ze zeggen ook altijd van je hobby moet je je werk maken. Ja, dat is ook zo. Maar als dat niet lukt, dan heb ik pech en dan moet ik maar op zoek naar iets anders. Dus dat is ook inderdaad gewoon een realiteit. Ja. Ja, Lala, je bent zo'n krachtige vrouw. Ik volg je al heel lang en ja, je bent zo'n rolmodel op verschillende gebieden. Wat we net al zeiden, dus voor jonge schrijvers en ook voor de vrouwen uit jouw gemeenschap, maar eigenlijk ook in Nederland aan iedereen om zeg maar zo je eigen koers te kiezen. Op welke gebieden zou jij je persoonlijk nog verder willen ontwikkelen? Ik zou me graag willen ontwikkelen in het spreken. Dus kijk, dat ik kan schrijven, dat weet ik nu ongeveer wel. Maar spreken, ja, vooral ook omdat misschien Nederlands niet mijn moedertaal is of zo. Soms gaat het me niet heel makkelijk af. Tenminste, niet net zo makkelijk als het schrijven. Dus ik zou willen dat ik daar veel smoother in word en veel constructiever en veel dat ik veel rakere zinnen kan maken en zo. Daar kik ik best wel op. Als ik iemand op tv zie die ja, heel goed kan spreken, dan denk ik, oh, dat wil ik ook echt. Dus dat is wel iets waar ik dan aan zou willen werken, want als je goed kan spreken, dan kun je ook beter overtuigen. En als je mensen kan overtuigen, heb je eigenlijk ook meer macht. Want dan kun je mensen zo ver krijgen om te denken als hoe jij denkt. Dus in goed kunnen spreken zit echt heel veel macht. Mm-hmm. Taal is ook eigenlijk macht. Een goede advocaat is iemand die heel goede betogen kan houden en hele goede argumenten kan geven. En ja, de anderen kan overtuigen. In Amerika is het zelfs zo dat je in een rechtszaal een jury hebt die je gewoon moet overtuigen door goed te spreken. En als jij dat heel goed kan, dan is de jury kiest jouw kant. Als jij dat beter kan dan de ander, zeg maar. Ja, wij hebben dat hier niet. Maar dat geldt eigenlijk voor alles. En vooral als je opinies geeft over zaken, ja, dan is het wel heel belangrijk dat jij je stelling heel goed kan beargumenteren. Ja. En dat iedereen die naar jou luistert ook gelijk zoiets heeft van, oh ja, die zegt wel hele zinnige dingen. Misschien moet ik dat ook maar gaan vinden. Dus je kan echt een verandering teweeg brengen door gewoon heel goed te leren spreken. En dat vind ik wel heel belangrijk. En ik zou graag willen dat ik dat ik ook gewoon voor hele grote zalen kan spreken. Ook zonder voorbereiding en zo. Dat ik gewoon een verhaal in mijn hoofd heb. Dat ik een microfoon pak. En zeg van, nou, goedenavond dames en heren, ik ga het vandaag hebben over dit. En dat ik gewoon, bam, weet je wel, een uur vol kan lullen. En op die mensen ben ik zo jaloers, omdat je gewoon merkt dat ze gewoon echt zijn en dat ze improviseren ter plekke. En ik ben helaas nog niet op dat niveau. Als ik voor een zaal een lezing moet houden van een uur over mijn boek en zo, dan moet ik toch
een beetje voorbereiden, et cetera. Terwijl ik gewoon het verhaal al in mijn hoofd heb. Dus wat moet je dan voorbereiden? Ja, want het is je eigen verhaal, ja. Ja, precies. Maar toch heb ik die spanning en toch denk ik van, oh, straks weet ik even niet meer wat ik moet zeggen of zo. Dus ik heb altijd iets van een structuur nodig en zo. En ik had gewoon het liefst gewild dat ik het helemaal uit mezelf deed. Dat komt ook veel krachtiger over dan dat je met een blaadje daar staat. Dus daar wil jij mee aan de slag? Ja, ja. Hey, als je nu terugkijkt op het punt waar jij nu in je leven staat. Je zei, toen je jonger was, nou, was je misschien met andere dingen bezig, was jouw blik op de wereld anders. Wat zou je tegen je jongeren zelf willen zeggen? Dat ik me sowieso niet zo druk moet maken om dingen. Dat het echt wel allemaal goed komt. Ja, als je jonger bent, heb je de neiging om te denken dat een soort van de hele wereld om jou draait of zo. Op de een of andere manier. Dat iedereen met jou bezig is. Dat jij echt de enige bent die dat soort gevoelens ervaart. Of die dat soort problemen heeft. En dat voor de rest bij iedereen alles goed gaat of zo. Zo lijkt het altijd. Dat iedereen gewoon hele leuke, lieve ouders heeft. En nooit problemen. En alles wat ze maar willen. En dat ze veel gelukkiger zijn dan jij. Of dat ze geen onzekerheden hebben. En dat ze knapper zijn en slimmer zijn. En weet ik veel wat. Dus je bent heel erg geneigd om jezelf naar beneden te praten. Oftewel onzekerheid eigenlijk. Mm-hmm. Je piekert veel te veel over dingen. Als ik bij de Albert Heijn werkte en mijn teamleider die ging ineens tegen me schreeuwen van je mag geen oordoppen dragen of zo, weet ik veel wat. Dan kon ik daar gewoon urenlang over piekeren van, oh ja, ben ik wel leuk genoeg, doe ik het wel goed genoeg, weet je wel. Dan kon ik me helemaal kut voelen. Terwijl ik nu denk, ja, het is gewoon een lul die schreeuwt tegen zijn medewerkers en zo. En het lag niet aan mij of zo. En dat ik me zo kut voelde en zo lag ook niet aan mij. Want het was gewoon mijn ouders die niet genoeg voor mij klaarstonden, et cetera. Dus ik vergeef mezelf veel meer op dit moment. Ja. Ook als ik me nu ergens kut over voel of zo, stap ik er veel sneller overheen. Omdat ik heel snel zie van, hey, het ligt niet alleen maar aan mij. Het ligt ook een beetje aan die en die. En die heeft zich zo gedragen waardoor ik dit heb gedaan. En het is menselijk om fouten te maken en zo. Daarmee relativeer je het heel erg. Ja, en als jij jezelf die vergeving gunt, dan is het ook voor je mentale toestand veel beter. Want dan kun je er een soort van, kun je het een plekje geven heel snel. En dan ga je er ook niet meer echt aan denken. Laten we zeggen, je hebt iets heel schandaligs meegemaakt, waarvan je later denkt van, oh, hoe kon ik dat doen of zo. Maar als je een soort van voor jezelf uitlegt waarom je dat hebt gedaan, en dat het eigenlijk gewoon heel menselijk is, en dat je het echt niet hebt gedaan omdat je een heel slecht persoon bent, maar door die en die en die factor, dan vergeef je jezelf. Dan ga je er ook niet meer over piekeren. En vroeger deed ik dat veel meer. En ja, kon ik heel veel schuldgevoelens ervaren. En als er iets kut is in de wereld, is het wel, ja, gewoon schuldgevoelens ervaren en ergens over zitten. Ja, en wat je zegt, daar bereik je eigenlijk niks mee. Nee, het enige wat je doet is jezelf eigenlijk alleen maar kutter laten voelen. Heel veel tijd erbij verspillen, terwijl je ook gewoon leuke dingen kan doen in die tijd, of nuttigere dingen. En ja, het zwaarder maken om nog een keer zo'n stap te nemen. Als je de hele tijd denkt aan het verleden of aan die blunder, dan ga je ook niet meer zo snel een tweede keer dat doen. Terwijl het misschien wel heel belangrijk is dat je het blijft proberen. Dus je bent veel sneller geneigd om dingen op te geven, in je comfortzone te blijven, ja, en daar niet uit te stappen. En als iedereen maar in zijn kokonnetje zou blijven omdat hij bang is om ooit weer fouten te maken of een blunder te lopen, ja, dan heb je niet echt een leuke wereld. Want dan is er niemand die een keer zijn nek uitsteekt of risico neemt of zo. En blijft iedereen een beetje in de veilige comfortzone. Ja, wijze lessen. Mooi. Die nemen we mee, gaan we mee aan de slag. Lala, dan gaan we naar de afsluiting alweer. Jij bent voor ons dus een echte female boss, net al aangegeven op zoveel vlakken een rolmodel. En ik ben heel benieuwd, van welke female boss zou jij haar verhaal wel willen horen? Ik zou zeggen Eva Jinek, maar die heeft laatst een boek uitgegeven over powervrouwen. Dus die kan ik erop naslaan. Nou, ik had laatst gelezen over Nies Lengete of zo. En zij komt op voor, heel naar onderwerp, ik wil het ook bijna niet noemen, maar zij komt op voor vrouwenbesnijdenis in Afrika. Zij komt zelf uit Kenia.
En ze heeft echt honderden duizenden meisjes gered van hun lot. En ze woont nu in Amsterdam. Wauw. En zij heeft zoveel risico gelopen om, zeg maar, deze strijd te voeren. Want het is in haar cultuur gewoon heel normaal dat dat gebeurt in Kenia. En zij is de enige die haar nek daarover ging uitsteken. En nu wint ze allerlei prijzen en is echt super bekend en zo. En is eigenlijk een soort van gevlucht naar Amsterdam. Maar ik had het ook in mijn ene laatste column over haar. En ja, voor haar heb ik echt superveel respect. En ik zou echt willen weten van haar van, hoe heb je dit gedaan? Waar heb je de kracht vandaan gehaald? Wauw, heel de indrukwekkend. Ja. Ja. Ze heet dus Nies Lengete. En heb je ook nog een Nederlandse vrouw die voor jou een belangrijk verhaal heeft, of die jij heeft geïnspireerd of geholpen misschien gedurende jouw proces? Ja, ik heb heel veel hulp gehad van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. En zij is in die zin heel inspirerend, omdat zij heel succesvol is. Ik ben ook bij haar thuis geweest en zo. En wauw. Ja, zij heeft natuurlijk een prachtig huis. En ze heeft het allemaal heel goed voor elkaar. En ze ziet er zo goed uit. En ze doet het allemaal heel goed. Ze kan hele mooie speeches geven. En ja, zij is wel echt een hele succesvolle vrouw. Natuurlijk burgemeester van de hoofdstad van Nederland. Ja, dat, yeah. Als je dat kan zijn. En ze is ook nog niet zo heel oud. En ze is natuurlijk al heel jong begonnen in de politiek en zo. En ze heeft een hele mooie, glansrijke carrière achter de rug. En ze krijgt natuurlijk zoveel kritiek altijd over alles wat ze doet. En daar gaat ze gewoon heel sterk mee om. En dat is wel iets waar ik een voorbeeld aan neem. Ja, zeker. Wat goed. En je hebt dus ook nog steun van haar ontvangen. Dat is ook wel heel bijzonder. Dus naast haar rol als burgemeester was ze dus ook op een soort van persoonlijk gebied voor jou. Als burger zeker. Van Amsterdam. Ja, ja. Zij heeft me altijd geappt, gebeld. Gaat het allemaal goed? Heb je wat nodig? Kan ik iets voor je betekenen? Hoe gaat het nu met je? Zo. Dus altijd heel betrokken bij alles wat ik doe. En altijd als ik een keer op tv of zo ben geweest, dan appten ze van, heb je goed gedaan? En gaat het nog steeds goed? En zo. Dus ja, echt super betrokken. En dat had ik ook helemaal niet verwacht. Maar ja, echt een hele lieve vrouw. En die ook zei van, ja, je kan altijd bij mij aankloppen. Je kan me altijd bellen als je wat nodig hebt. Dus dat is heel fijn, ja. Heel bijzonder en mooi om meer over deze kant van haar te horen die jij hebt ervaren. Te gek. Ja, zeker. Lale, wat waanzinnig. Dank je wel voor dit hele bijzondere verhaal. Dat je verhaal hebt kunnen delen en alle wijze lessen die jij hebt geleerd en weer aan ons kunt meegeven. Ja, heel graag gedaan. Super inspirerend. Dank je wel. En heel erg bedankt en we gaan je volgen. Ik ben benieuwd wat er komen gaat. In ieder geval heel erg bedankt voor dit interview. Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten. En je via Apple Podcasts abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel!